Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Werkis, partner in werk van PEC Zwolle. PEC Zwolle nog altijd zonder Bram van Polen, nog altijd zonder Ilias Belhassani, maar Etienne Rijnen zit wel weer bij de selectie. Dit is een stevige overtreding die een gele kaart oplevert, maar waarom past de scheidsrechter hier de voordeelregel niet toe? Natuurlijk is het een overtreding die niet door de beugel kan van Dekker. Je kunt hier zelfs denken aan een rode kaart misschien wel. Maar het wordt geel voor Dekker. Door alle afwezigen, door alle geblesseerde spelers bij PSV zitten er ook twee jonkies op de bank. Fout hier trouwens van Schwab. Saimak, wat doet Beckham mee? Beck scoort! Daar is de openingstreffer van Saimak. En PSV op achterstand. Kolossale fout, dat kan er ook nog wel bij in een week die al zo ontzettend moeizaam verloopt voor de Eindhovenaren. De eerste de beste kans voor PEC Zwolle na deze enorme fout van Schwab. De eerste de beste kans levert een goal op van Saimak en het staat 0-1 binnen het kwartier. Steunbetuiging van de fanatieke PSV-aanhang voor Mark van Bommel. Maar hier komt de kans voor Hendricks en het is 1-1. In de 18e minuut scoort Jorrit Hendricks. Toch een vrij snel antwoord van PSV op de tegentreffer van Saimak. Hendricks maakt gelijk. En de verdedigers van PEC Zwolle die staan erbij en kijken ernaar. Schitterend balletje van Bergwijn, geen buitenspel voor Hendricks. Het is alweer 1-1. Opluchting op de bank na die valse start. Een aantal spandoeken op de tribune. Niemand is groter dan de club. Toon en John Gerbrand en De Jong lezen jullie mee. Een clubicoon laten wij niet vallen. En natuurlijk gaat het over Van Bommel. Vrij massale steunbetuiging nu toch aan de ontslagen trainer van PSV. PEC maakt weer een fout in de opbouw. En bijna is het 2-1 via Bergwijn. Krijgt de bal niet tussen de palen, dat mag je hier toch wel verwachten. De fout van Zetterer, heel snel gespeeld door Rosario, uitstekend gedaan. Maar de kans uiteindelijk toch niet besteed aan Steven Bergwijn. Dit is Clement die al weken goed in vorm is. Van Wermerskerken. Saimak met het overstapje. Huiberts met de mogelijkheid. Wordt daar niet hens gemaakt. Die schiet hem naast. Wat scheelt hier niet veel of PEC Zwolle slaat weer toe. Huiberts valt op de bal met zijn arm. Als dit een doelpunt geworden, dan had de scheidsrechter hem wellicht afgekeurd. Deze. Bergwijn, Doan komt in beweging. Iatare, no! Schitterende goal! Schitterend doelpunt van Mohamed Iataren. Hij hoeft zijn tegenstander niet voorbij om toch de bal in de bovenhoek te krullen, Iataren. Dit is wat PSV nodig heeft. Doelpunt om in te lijsten voor de jonge PSV. Bergwijn, Laxman is gezien. Goede redding van Michael Zetterer. Die komt PEC Zwolle weer opzetten. Die goede combinatie van Krooi. Kan Saimak. En de redding heel knap met de schoen van Oenerstel. Anders staat het hier 2-2. PSV is weg met Gakpo. Gakpo zelf geschoten. Dat is een lekkere knal van Cody Gakpo. Er zit wel overtuiging in die uithaal van Gakpo. Hij is dus nieuw in de tweede helft bij PSV. De Portugees Bruma
En toch opmerkelijk dat Jorrit Hendricks in de kleedkamer is achtergebleven. En ook een wissel aan de kant van PEC Zwolle. Dennis Johnson, de Noorse aanvaller, komt voor Dekker. De middenvelder die in de eerste helft geel kreeg. Goeie actie, Iataren. Bergwijn, Doan. Een keer een goede voorzet. Ja, zo kan het ook. Bruma. De bal blijft liggen, valt voor zijn voeten. En de invaller maakt er 3-1 van. Soms moet je ook een keer de bal voor het doel gooien om tot een kans te komen. Dat besef was er bij Doan. Want zijn voorzet valt uiteindelijk via Lam daar zomaar voor Bruma. Die hem op zijn lichaam geschoten krijgt. En hem dan gewoon pan klaar heeft liggen. En dan is het 3-1. Huiberts van de bal gezet. Bruma fysiek sterker. Bruma, gaat hij dan het verschil maken in de tweede helft? Wint PSV vanavond, dan kan het dus in gaan lopen op nummer 2 AZ. Kan het verschil tussen AZ en PSV worden teruggebracht tot 7 punten. Tee bijna met de tweede voor PEC Zwolle. Hij krijgt uiteindelijk niet zijn voet vol genoeg tegen de bal. Viergever, overtreding ten opzichte van Saimak. Stegeman wint zich erover op. Viergever komt bij de bank van PEC zeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar incasseert wel de gele kaart. De gele kaart die betekent dat Viergever er niet bij is op 19 januari. Als PSV het seizoen hervat met de uitwedstrijd tegen VVV. Afellay dus met nog een kwartwedstrijd te gaan in de ploeg. Afellay nog altijd ontzettend populair bij de PSV-aanhang. PSV speelt heel voorzichtig. Is wat zuiniger op de bal dan in de eerste helft. Is goed gespeeld door Schwab. Gakpo. Zo, wat kan die slalommen zeggen? Schitterende goal. Cody Gakpo. Het is geen mooie wedstrijd vanavond in Eindhoven. Maar er worden wel mooie goals gemaakt in de eerste helft door Iataren. In de tweede helft door Cody Gakpo. En het verschil lijkt nu toch wel gemaakt door PSV. Dat weer 4 keer scoort tegen PEC Zwolle, net als eerder dit seizoen in Zwolle. Dit is een slalom zoals je die bij het slalomskiën ziet. Kent u ze nog? Links Erik Addo, rechts Nihi Lemti. Oudspelers van PSV. Clement. PEC komt met 4 man. Van Tee beweegt. Van Duinen krijgt de bal in de voeten. Mike van Duinen probeert het maar eens. En zo onaardig is dat schot niet van van Duinen. Iataren met zo'n beetje zijn laatste actie. Hij is geblesseerd. Bruma. Nog maar een keer. Bruma. Krap gepakt door Zetterer. Echt een hele goede redding. Hij eraf. Een speler om te koesteren voor PSV. En Pereiro voor de slotfase. Bruma maakt PSV er nog een doelpunt bij. Afellay probeert het. Doan en Bruns, spelers met het verleden bij FC Groningen, kletsen even bij. Bruma, bal weggehaald door Kersten. Schwab kruipt er vol bij Van Krooi. Bergwijn. Wel weer heel knap van Steven Bergwijn. Kijk eens even. Bergwijn. Hij, Iataren en Gakpo laten toch duidelijk zien vanavond dat het echt wel muziek zit in deze ploeg. Het moet beter bij PSV, dat is duidelijk. Want het voetbal is lang nog niet goed genoeg
Maar het wint in ieder geval de laatste wedstrijd van het kalenderjaar. Het wint met 4-1 van PEC Zwolle.